Nou, hartelijk welkom allemaal. Dit wordt een hele mooie uitzending. Dit wordt uitzending nummer 100. En op z'n vrijmetselaars gezegd is dat 1 plus 0 plus 0. Dus 1. Dit is de allereerste uitzending. Uitzending nummer 100 is een hele mooie. Dit is met Jörg Gliesman. Für zweiten Male. Dat betekent op z'n Duits voor de tweede keer. En hij is zo beleefd om tegen ons Nederlands te praten. En ik hoop dat jullie goed naar hem luisteren. Want hij is niet een, niet een wandelende encyclopedie, maar ook een pratende encyclopedie. Hij weet heel veel. Heel veel bijbelkennis, heel veel geschiedeniskennis. Hij staat voor uren op het internet. Zijn YouTube-kanaal is Jochler66. En dat spel je Joris Otto... Richard? Nee, dat is geen fout. Joris, Otto, Gerard. Gerard, Leo, Eduard, Richard. Zo zeg ik het goed. Jochler. J-O-G-G-L-E-R. Luister gewoon al zijn dingen die hij erop heeft gezet. Samen met Tom Fress. En nog wel wat andere mensen. Die rechtwoordig zijn. De opname is in het begin dus weer eens mislukt, dat ik heb een fout gemaakt. Maar gelukkig had Jörg Gliesman, die had zijn Skype recording aanstaan. Dus we zijn het eerste stuk niet kwijt. En ik heb geprobeerd om dat stuk van mij en dat stuk van hem aan elkaar aan te plakken. En je kan het verschil wel horen, maar je kan wel horen wat, het is niet zoals in de vorige keren waren we echt het eerste stuk kwijt. Dat is nu niet zo, dus daar kan je gewoon lekker naar luisteren. En we maken er een uur van. Wij vinden, Jörg en ik, vinden beide dat jullie wel een uur van je leven zo af en toe mag besteden aan het volgen van les. Denk terug aan de tijd dat je op school zat en dan moest je van... 7:15 's morgens tot 2:45 's middags of zo. Naar onzin luisteren. En ik beloof je. Dat onzin ga je niet horen tussen her Jörg Gliesman en meneer Perry Winkel. Heel veel luisterplezier, jongens. Goed opletten, hè? Tot straks. Ja. Ik ben bijna een beetje zenuwachtig. Waarom? Nou, ik denk dat je hele... We gaan het van... De opname loopt, hè? Ja, is goed. En ik ga nog een intro maken. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon nu gewoon gelijk beginnen. Dat verhaal van Lorenzo Rizzi. Mm-hmm. En daar heb ik dus... heeft Tom Fress en jij hebben het ook allebei besproken. Hoe zat dat in elkaar? Dat is een stuk... wereldgeschiedenis van heb ik jou daar, volgens mij dan, hè? Echt spannend. En jij weet daarvan. Ja, ik weet daarvan, ja. Ik heb dat boek Rulers of Evil gelezen. Hè? En dat kan natuurlijk zeer helpen. Kijk, Perry, daar zijn veel mensen in de zogenoemde alternatieve media, in de zogenoemde christenwereld, die veel dingen... bei Weise von Spreken an das Licht bringen, die sogenannte Wahrheit spreken. Ich nehme nur mal eine Kehre als Vorbild Eric John Phelps, ein Untersucher, die wahrscheinlich sehr viele Menschen bekannt ist. Ja. Mag ich je korrigieren? Natürlich. Hier in Arnhem nicht echt. Maar ich kenne ihn wel. Ich habe heel veel naar hem geluisterd. Ich denke, dass Menschen, die sich mit den Jesuiten und mit dem Vatikan bezig houden, in Untersuch, in echt Untersuch, und die als Basis für hun Kennis und hun Geweten, hun Conscience, so als man sagt, ja, die Bibel nehmen, dass die wel weten, wie Eric John Phelps ist. Aha. Natürlich weet dat die iedereen. Okay. Für die Menschen, die het niet weten, Perry, Eric John Phelps heeft een boek geschreven dat noemt Vatican Assassins. Ken ik, ja. Wounded in the House of My Friends. Yes. Ja. Zijn derde editie heeft rond 1900 bladzijden. 1800 en
Schlag mir dort. 1863. Ah ja. 1863 Blattseiten. Und das hat ein sehr interessantes kabbalistisches Getal ist. 1 plus 8 ist 9, 6 plus 3 ist 9, 9 plus 9 ist 18, und 18 ist 6, 6, 6. Okay? Das 1863 Blattseiten. Heel viel Fotos darin. Eric John Phelps ist eine wandelnde Enzyklopädie. Die Mann, die weht echt von Wante, so aus der Säge. Die weht echt warm und overheft. Er heeft heel veel Insider-Wete, omdat hij heel veel Insider-Informatie krijgt. En dan moet man sich natürlich afvragen, als iemand Inside-Informatie krijgt, en we spreken hier over de hoogste levels van de Jesuiten, waarom krijgt hij dat? Waarom macht hij dat openbaar maken, publiceren? Waarom macht hij daarmee geld verdienen? En waarom blijft hij nog aan het leven? Er zijn ja veel zogenoemde whistleblowers. Ik weet niet wat men daarvoor in als Nederlandse term gebruikt. Klokkenluiders zeggen wij. Klokkenluiders, ja. Oké, klokkenluiders. Ik denk daarbij altijd aan de klokkenluider van Notre-Dame als ik dat woord gebruik. Dus. Ja, heb je die film echt gezien? Ik heb Nee. hem gezien, hè? Nou, wat weet ik, die film Was uit de dat de jaren. gebochelde of zo? Dat was zo. Ja, die film uit de jaren 50, die originele oude film, die heb ik ooit eens een keer gezien. Maar je hebt dan natuurlijk een Disney-verfilming van als tekenfilm en dergelijke. En ik kijk zo dingen niet, weet je. Ik kijk normaal gezien geen films, omdat ik mij zeer bewust daarvan ben van het ratio studiorum. Maar we kunnen ja Misschien hier dat je niet. dat even moet uitleggen, want. Nee, ik weet wat jij bedoelt. Terry, het Maar nu probleem voor is. onze luisteraars. Ja, Wat maar is het ratio probleem is, studiorum? je komt met een bepaalde punt die je met mij over wilt gaan spreken. En op die Ja. punt komen we van honderdste en duizendste detail naartoe. Precies, ja. Ratio studiorum, voor die mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, dat heeft te doen met die manier hoe dat de Jezuïeten daarvoor zorgen dat wij in een theater leven waar dat zij van voor op het podium die dingen ons voorspelen die zij willen, die wij graag zien. En nu, ja, Een dat heb je heel goed beroemde uitgelegd. uitspraak in het Engels brengt het eigenlijk op de punt: The whole world is a stage. Ja, dat is die is Schutzpeer. En als je van Shakespeare, dat is Athene. Dat Plato de allegorie van de grot leest, dan versta je heel goed wat daarmee bedoeld is. Absoluut. En de Jesuiten zijn natuurlijk ook, gelijk de Romeins-Katholieke Kerk, voornamelijk opgebouwd op basis van weten en studies van de zogenoemde filosofen uit Griekenland, Aristoteles, Plato en Socrates voornamelijk. Dat allemaal op de Romeins-Katholieke Kerk baseert op de studies, of beter gezegd, op het vijfbandige werk van Thomas van Aquin, de filosofische dokter van de Romeins-Katholieke Kerk, die geleefd heeft tussen 1225 en 1274, Ik heb zijn werk en zijn gelezen. wonderbaar werk geschreven heeft, Summa Theologica. Zoom maar terug. Voilà, dus wij weten allebei waarover we klappen, maar ik doe die kleine uitleg een beetje natuurlijk voor je luisteraars, dat ze ons goed kunnen volgen Maar daarmee. daar gaat het om. Je Ja? hoeft mij niet de les Ja? te lezen. No, I'm not preaching to the choir. Nee, dat gaat om al die dombo's die naar mij luisteren. Ja, ik zal uw luisteraars nu geen dombo's noemen. Nee, maar Nee, kijk, dat probleem is. de onwetende, het is belangrijk dat dat wat waar is, dat dat doorgebriefd wordt. Ja, kijk, waarom zou ik uw luisteraars geen dombo's noemen? Gelijk ik mijn Nee, luisteraars jij ook geen niet, maar ik mag dombo's dat noemen. Nee, doen. om een heel simpele reden. We hebben allemaal die film gezien, The Matrix. En een deel van ons, die een beetje ouder is, zoals jij ook, hebt waarschijnlijk ook de film uit de jaren 80 gezien, They Live. Welke? They Live, de film They Live. Oh, van. van John Carpenter. Nee, ik heb alleen maar anekdote. Ik heb alleen maar verhalen erover gezien. Ik heb die Kijk film. hem dan, hij is online beschikbaar. Je kunt hem Ik online weet het, ik kijken. weet het, ik weet het. En in elk geval, als je die film The Matrix gezien hebt, dan begrijp je dat wat wij als realiteit waarnemen, niet de realiteit hoeft te zijn.
Absolut, ja, precies. En dat speelt natuurlijk weer in op dat Ratio Studiorum. Opgericht door de Jesuiten. De Jesuiten zijn de uitvinders geweest van de camera, van de lichtspelen, die wij vandaag de dag bioscoop noemen en alles. Dat kunnen we allemaal nalezen in het boek Rulers of Evil. Ja, oké. Maar ja. Wij... Ik heb een fout gemaakt, Jurk. Ja, zeg maar. Ja, ik heb niet op... Ik moet hem opnieuw opstarten, want hij loopt niet te recorden. Ik zie wel een uitslag. Dus ik ga nu over... Dat vind ik wel jammer. Het is nu 9 minuten over 2:30. Ja, maar mijn Skype recorder heeft alles opgenomen. Ik ben... Nu gaan we... Ik doe nu op... Stop, ja, maar anders kun je mijn opname krijgen met die verloren 8 minuten die we nu hadden, want ik heb alles opgenomen. Ja, oké, dat is goed. Dan krijg je dat van mij ook en dan snijd je dat dan maar in, hè? Ja, precies. Ja. Dat vind ik wel een goede afspraak. Maar nu loopt de opname wel. Goed, het zal spijtig zijn als dat allemaal verloren zou geweest zijn. Waar we juist over gesproken hebben. Want dat was een beetje interessant. Wat belangrijker is dat wij mensen willen vertellen wat er gebeurd is. Wat is geschiedenis? Dat is wat geschied is, zeggen ze op de Duitse. Ja. Ja, de geschiedenis. Dat is ons karma. Zoals de Hindoestanen zeggen, dat is alles wat er gebeurd is en daar heb je het mee te doen. Maar mensen moeten wel weten wat er gebeurd is. Dat is belangrijk. En dan kunnen ze op basis van die kennis een stap gaan maken. Maar mensen moeten wel verteld worden wat er aan de hand is. En nu mag jij de draad oppakken, want deze uitzending heb ik jou gevraagd om te vertellen over Lorenzo Ricci. Mm-hmm. Hoe zat het in elkaar? Dus wat ik in feite wilde zeggen, van gelijk dat jij in het begin juist gezegd heeft, Tom Fress heeft dat boek gelezen en besproken op First Amendment Radio enkele jaren geleden, Rulers of Evil. Mm-hmm. En ik heb dat in 2015 voor een grote deel gedaan, ben daar 2014 dacht ik mee begonnen. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik had me dat al eerder voorgenomen, dat was dus niet op die idee van iemand anders, maar ik heb daarvoor al een keer mijn eerste video's gedaan, waar ik in Rulers of Evil en dat boek van Bill Cooper in de tijd Behold the Pale Horse een beetje inging. En dus wat we eigenlijk wilden zeggen van, kijk, ja, er zijn veel onderzoekers die dus de Vaticaan, die de Jesuiten, die de Nieuwe Wereldorde, die zogenoemde Nieuwe Wereldorde onderzoeken. Ja. He, want ik zeg altijd de zogenoemde nieuwe wereldorde, absoluut. Want daar is niks nieuw aan, want dat is eigenlijk niks anders als de oude wereldorde hersteld. Ja. Maar daar moet men zich natuurlijk bewust van zijn. Nu, waar ik in feite op neer wilde, is dat alhoewel dat je redelijk wat onderzoekers hebt, waaronder onder andere die Eric John Phelps met zijn boek Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends, die dus heel veel insiderinformatie bekend geeft in zijn 1863 bladzijden sterke werk, en toch daarmee wegkomt, dat is omwille van dat je moet mensen niet daaraan meten wat ze zeggen. Je moet ze daaraan meten wat ze niet zeggen. Uh-huh. En mensen als Eric John Phelps kunnen op het internet en overal optreden en deze dingen bekendmaken, omwille van dat ze bepaalde andere dingen ofwel A, niet bekend maken, of B, bij andere dingen de waarheid verdraaien. Ja. En dus een andere waarheid vertellen, wat dus de onwaarheid is, want er is alleen maar een absoluut, dat is ofwel de waarheid ofwel de leugen. Mm. Er bestaat geen grijs. Mensen gaan ja zo graag dat boek lezen van 50 Shades of Grey of zelfs die film dan kijken. Dat is mijn grootste intellectuele vijand. Omdat voor mij, ik ben een absolutist. Voor mij bestaat er wit en zwart en niks daartussen. Ja. Voor mij bestaat er de waarheid. Dat is het woord van God. Zoals hij het ons overgelaten heeft. En daar is de leugen. En dat is het woord van Satan. In wiens wereld dat wij leven. Daar is het licht en de donkerheid. Ja. Daar is wit en zwart. Dat staat ook in Genesis. Het staat in Genesis dat God die schiep de hemel en de aarde. Dat zijn ook twee dingen. En daarna komt licht en donker. Mm-hmm. Absoluut.
En ik maak dus geen compromissen. En dat is ja het probleem in onze wereld vandaag, dat iedereen zegt van ja, maar neem eens hier een beetje grijs bij uw wit. En dan ziet het er allemaal al ganz anders uit. Maar dat wil zeggen dat ik compromissen moet maken. En ik ben een absolutist, iets wat vandaag de dag niet meer geldt. En trouwens, je hebt zeker al een keer gehoord van Hegel. En de Hegelse dialectiek. De De mens beseft. fenomenologie des Geistes. Ja, Das ist ein Hackwerk. ja, sorry, ik wil hier niet tussen praten. Als je iets wil zeggen, zeg het maar dan. Ik reageer even emotioneel. Ga maar door. De meeste mensen die over de Hegelse dialectiek spreken, die verstaan één ding eigenlijk niet. En dat is dat voor de Hegelse dialectiek er zoiets niet bestond als these, antithese en synthese. Want die synthese is in feite niks anders als de vergrijzing van het wit, van de these. Dus voor Hegel bestonden er alleen maar twee absoluten: de these en de antithese. En Hegel heeft met zijn Hegelse dialectiek de synthese ingevoerd. Stimmt. Dat wil zeggen, hij heeft ervoor gezorgd dat we alle mogelijke grijstonen ineens daartussen hebben. Dat wij de waarheid compromitteren. Dat wij de waarheid niet meer 100% kan volgen, maar dat wij compromissen maken, omwille van dat we met onze, tussen aanhalingstekens, medemens, onze medebroer, onze medezuster, wat ook ever, uit kunnen komen. Ja? Dat is Hegelse dialectiek in feite. Daarvoor bestond zwart en wit en sindsdien bestaat er alleen nog maar grijs. En dat is het probleem van die politiek van Ik vind dat vandaag. heel verrassend. Ik heb door de grote Hegel-kritica, grote criticus op Hegel, dat was Arthur Schopenhauer. En jij hebt het heel mooi. Oh, je bent ook een Hegel-kritica. Nou, ik ben een kritiker van alles wat uit de Griekse filosofiewereld komt. En Hegel is uiteraard een leraar van Griekse filosofie. Hij heeft ook zo'n heel een soort gedicht geschreven over Napoleon Bonaparte. Dat vond hij zo'n goede vent. Maar Napoleon Bonaparte was er ook uit de tijd van Lorenzo Ricci. Want Lorenzo Ricci, dat was toch eind jaren 1800, 17 nog wat of zo, dat was toch Lorenzo Ricci? Lorenzo Ricci is generaal van de Jesuiten geworden in 1758. Ja? Hoe lang dat hij uiteindelijk generaal was, daar kunnen we misschien nog op komen, maar dat is over het algemeen niet bekend. En waarom? Dat zullen we zien als we in Lorenzo Ricci's leven een beetje induiken. Wat je ja wilde in deze Ja, heel uitzending voor graag. uw luisteraars. Maar ik was nog altijd bezig over. Gaan we door. U bent de Over leraar. Eric John Phelps, ja, sorry, ja. Over Eric John Phelps en dat je dus mensen als hem moet meten aan die dingen die ze niet zeggen en niet aan de dingen moet meten die zij zeggen. Wat zegt hij Nou, bijvoorbeeld Eric niet? John Phelps, ja, het is niet van wat hem niet zegt, maar het is dat wat hem verkeerd zegt. Eric John Phelps leert dat de 70ste week van Daniel in de profetie van de profeet Daniel in het Oude Testament, zoals we dat over algemeen noemen, ik noem het Wet en de Profeten, zoals het in Engels noemt, the Law and the Prophets. In Daniel kapitel 9, in de verse 24 tot 27, wordt heel precies uitgelegd wat de toekomst van het Joodse volk gaat zijn als ze uit de gevangenschap uit Babylon uitkomen. Er wordt hun onmisverstaanbaar duidelijk gezegd dat zij een eind moeten maken aan al de overtredingen en Jeruzalem moeten voorbereiden voor de Messias die gaat komen, die een zevenjaarlijks ministerie op deze aarde gaat geven in de 70ste week. Of beter gezegd, de 70ste week. Ja. Elk
Ja, elk dag voor 1 jaar, 7 dagen, 7 jaar, 1 week. En dat hij in de midden van de week zijn leven opgeeft, maar niet voor zichzelf. Aha. Dus de 70ste week van Daniel is compleet vervuld. Aha. Van Daniel 9. En Eric John Phelps weigert dat te leren. Aha. Hij eert dat de 70ste week van Daniel niet vervuld is en gaat zo mee de Vatican volgen in de leer van het futurisme. Ja! Nu, de leer van het futurisme heeft verschillende aspecten. Ze heeft enerzijds den aspect dat je zegt, de antichrist is tot nu toe nog helemaal niet hier gekomen. Hm. Maar ze heeft ook een ander aspect over een zogenoemde endtijd-antichrist. Hm. Hm. Dus dat zijn twee verschillende passionen. Ja. Waar Eric John Phelps aan de ene kant toegeeft dat de Vatican de antichrist is, mm-hmm. is hem toch een futurist omwille van dat hem op de eindantichrist aan het werken is. Omwille van dat hij zegt dat wat de Jezuïten zich voorgenomen hebben, namelijk een herspeling van de 70ste week van Daniel te doen, waar zij bepalen wie A de Christ is, mm-hmm. en wie B de Antichrist is. Ah. En die de Bijbel betaalt het, niet bepaalt het, niet God bepaalt het, gelijk dat het in 2000 jaar geleden echt gebeurd is. Aha. Maar omdat de mensen het geschiedenis niet meer kennen, en omdat die mensen de Bijbel niet meer kennen, omdat de Bijbel vervalst is, ja. en de mensen ook de Bijbel niet meer studeren, omdat ze liever op hun iPhone zitten en computergames spelen, ja, 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 ja. of porno's gaan kijken. Oh ja, ja, dat is ook een leuke hobby. Ik zal het niet weten, ik doe die dingen allemaal niet, want ik ben een christ. Ik heb dat gedaan, vroeger. Aha. Dat geef ik eerlijk toe. Maar ik doe dat niet meer. En ik ben daar ook veel gelukkiger mee, zonder. Maar dus omwille van dat de mensheid zo is en zo in een matrix gehouden wordt, om daar eventjes een keer op terug te komen. Ja, dat is studium. Een schijnwereld ja. van ratio studiorum in een schijnwereld gehouden wordt, where the whole world is a stage, waar de hele wereld een theaterstuk is. Ja. Kunnen de Jesuiten zich dat veroorloven, der geschiedenis nog een keer af te spelen? Zie, de enige reden waarom dat wij vandaag de dag een staat van Israël hebben op het gebied van Palestina, daar in het Nahe Oosten, uh-huh. is toch alleen maar omwille van dat de Jesuiten zeggen, de 70ste week van Daniel is niet vervuld, wij gaan ze hervervullen. Ja. Er is geen nationale physische staat van Israël in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Mag ik een vraag stellen namens de luisteraars? Ja, maar nee, ik moet eventjes, deze zin moet ik eventjes afmaken. Is goed. Als jij zegt dat er een hersteld staat Israël is, met Joden, of weet ik veel welke volkeren allemaal daarbij, want uiteindelijk bestond Israël toen uit 12 verschillende volkeren. Klopt. Maar zelfs als het alleen maar met de Joden is, als jij zegt dat is biblisch begrond, dan zegt jij dat Jezus een leugenaar is. Omwille van dat Jezus gezegd heeft, en het hele Nieuwe Testament gaat het door. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, en ik ben het leven, en niemand komt naar de Vader behalve door mij. Ja! Punt 1. Punt 2. In verschillende boeken in het Nieuwe Testament kun je lezen dat het niet meer gaat over Joden of Grieken. Of met andere woorden, Jews and Gentiles, over Joden en Heiden. Uh-huh. Dat bestaat niet meer. En besnijding is van het hart en niet meer van het vlees. Uh-huh. En je bent inwendig een Jood, niet uitwendig. Ja. En Jood, in plaats van Jood, gebruikt het woord Israëliet, als je het liever hebt. Ik prefereer het woord Israëliet. Uh-huh. Maar het punt is dus, als ik geloof dat wij vandaag de dag een staat van Israël daar in Palestinië moeten hebben, dan maak ik Jezus tot een leugenaar. Mm-hmm. Omwille van dat in Daniel 9, verse 4 tot 27, mm-hmm. heel duidelijk uitgelegd is wat de Joden moeten gaan doen om gered te worden. Namelijk hetzelfde wat Jezus ook gezegd heeft. Je moet mij accepteren. Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ja. En wie van de Zoon test geeft, of attest geeft, ja. Wie de Zoon attesteert, attesteert ook de Vader. Ja, prachtig.
Ja? En attesteren, wat, attesteren is een oud Nederlands woord. Wat, ik kon het niet beter uitdrukken. Hoe kan je to attest op zijn Engels? Nee. Oh, voor de luisteraars, hè? Ja, ja. To attest, dat betekent onderstaan of zo? En jij bent ook geen vertaler, ik ook niet. Attesteren, is ook stilstaan bij of zo? Kondgeving doen van, laat ons zo zeggen. Kondgeving, ja. Kondgeven. Met die, hè? Kondgeving, hè? Ja, kondgeven, als Duits. Kondgeven. Ja, ja. Deswegen sage ich kondgeven met die, niet met T, hè? Ja. Ik hoor die. Dus wel dat we het hier proberen houden, hè? Ja. Oké. En ben je nou, kunnen we nu dan naar Lorenzo Ricci gaan? Want dat wordt ontzettend dus spannend. Dat was een scam punt, van je welste. Het punt is dat Eric John Phelps, Tapper Sauce, die de auteur van het boek Rulers of Evil, war diep op Lorenzo Ricci ingegaan wordt, die hij in zijn boek van 1863 bladzijden zo goed als compleet uitlaat, niet vernoemd is. Dat Tapper Saucy daar wel gedaan heeft. En dat Eric John Phelps, Tapper Saucy, voorwerpt een Jesuiten-coadjutator te zijn. Ja. Nu, dat probleem is dat zij een e-mail-uitwisseling gehad hebben over dit onderwerp, waar Tapper Saucy hem duidelijk gemaakt heeft van, ik heb geen probleem met u mij dat te noemen, maar je moet het waar maken. Mm-hmm. En hij heeft het niet waar gemaakt. En ik heb die hele e-mail-uitwisseling gehad en dat was op het internet. Het probleem is dat die sinds dit jaar verdwenen is. En die site van Tapper Saucy vind je niet meer. En die link is dus niet meer beschikbaar. En dat is allemaal gewist van het internet. En natuurlijk speelt dat zeer goed in de kaarten van Eric John Phelps. Die nu met zijn bewering kan doorgaan. En Tapper Saucy kunnen het niet meer vragen, want die is in 2007 overleden. Nog niet al te jong, nog niet al te oud dat hem was. En daarvoor een beste gezondheid, zoals je ook nog heel goed kon horen in het interview van Greg Szymanski, dat hij in 2006 met Tapper Saucy gedaan heeft. Die was zeer goede gezondheid en dan van de een op de andere dag toch niet meer onder ons. Ja. Dus stelde zich vragen hoe dat kan, wel als je denkt waarom is Martin Luther in 1546 gestorven, 1 jaar na de opening van het Concil van Trient. Dat is een beetje dezelfde vraag die men zich kan stellen. Hè? Want de oud was hem nog niet. Hè? Hij was geboren in 1483. Dus hij was 63. Ja, precies. Ja. Zeer jong, hè? Ja. En just in 1545 gaat het Concil van Trient open. En in 1546 overlijdt Luther. Als je niet hier en daar eens een keer je begint vragen over zo'n dingen te stellen, dan kan ik je niet helpen. Ja. Ik versteer. Dus, over Lorenzo Ricci. Tapper Saucy heeft in zijn boek Lorenzo Ricci zelfs een heel kapitel aangeweid. Dat noemt hij The Generalate of Lorenzo Ricci. Dus het generalaat, of hoe je dat ook noemt, van Lorenzo Ricci tussen 1750 en 1775. Want in 1775 was zo gezegd zijn officiële dood. Dat hij niet dood was in 1775, daar zijn bewijzen voor en daar zijn andere bronnen als alleen maar Tapper Saucy en zijn boek Rulers of Evil. Daar wil ik nu ook niet al te ver op ingaan. Maar bijvoorbeeld in het boek Our Flag noemt dat denk ik. Spreken ze over een professor en ze spreken over een persoon die ook bij de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 erbij was. Ook de professor genoemd. En het is heel duidelijk als je juiste geschiedenis studeert, dus niet dat wat je in de mainstream ingepakken krijgt, maar als je zelf een keer je eigen studies gaat doen, dat je leert dat deze professor uiteraard de generaal van de Jesuiten was. Nu, Lorenzo Ricci is mijns inziens een van de machtigste, een van de meest succesrijke zwarte generalen, zwarte popes, zwarte pausen of generaal van de Jesuiten ooit. Ja. Omwille van, als je Rulers of Evil goed leest, en je moet het ook
Je moet nicht alle mal lesen, was er geschrieben hat. Je moet auch, wir sagen in Deutsch, zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß nicht, absolut, absolut, absolut. Between, the, ja. you must read between the lines. Ja? Ja? Hoe zeg je dat in Vlaams? Je mag gemot tussen de regels lezen. Weet ik veel. Dus. Maak het maar voor je lezers, voor je luisteraars duidelijk. Ja, ja, je komt goed over. Iedereen kan je verstaan. Oké, okay. Dus als je dat doet, dan begrijp je dat in de jaren voor 1773, wat een heel belangrijk jaar is, omdat toen Paus Clement de 14e de Jesuiten officieel verboden heeft met een bull, Dominic ad redemptus noster, ongeveer noemt dat, uitgesproken, kunnen we opzoeken als je de precieze naam wilt hebben. Dat is allemaal officieel, vinden allemaal op het net, maar ik heb nu hier niks niet open. Dat is helemaal niet nodig. Wat ik hier zeg is uit mijn hart en uit mijn hoofd. Ja. Ik heb niks voorbereid. Het is maar dat u luisteraars dat ook begrijpen. Ik zit hier niet met een of andere script of zo. Hè. Nee. En als ik iets nodig heb, dan zoek ik het eventjes direct op. Ja, dus niet Dominic, Jurk, ik kan hieronder even. Ik doe alleen maar de audio opnemen. En ik ga dan zo dadelijk maken een screencast van. En dan pak ik al die jaartallen terug. Doe Wikipedia voor de luisteraars, kijkers. Iedereen kan het gewoon lekker terugzoeken. En die domme Lu, ik mag ze zo noemen. Maar je moet het zelf maar een keer gaan typen. Ja? Je kan wel heel makkelijk voor ze maken. Je maakt een linkje of zo. Dat is helemaal niet nodig. Die mensen moeten zelf gaan kijken. Ik zal je één voorbeeld geven van zelf iets te gaan opzoeken. Mm-hmm. Wat mij heel veel voldoening gegeven heeft. Ja? In het boek Rulers of Evil staat op een bepaalde ogenblik geschreven dat Tapas Sorcy onderzoek gedaan heeft in de Joodse encyclopedie en dat hij onder het trefwoord Rothschild gezocht heeft en gezien heeft dat in de Joodse encyclopedie de Rothschilds opgevoerd staan als in Engels de term quotatie Guardians of the Papal Treasure. Ja. Okay. Erg hè, dat die mensen zo beladen zijn met al nu, die rijkdom. Weet je waarom ik dat zeg? Ik weet dat je gelijk hebt. Den punt is, ik heb mij niet daarmee tevreden gegeven dat in dat boek van Tapas Sorcy te lezen. Ik heb enkele dingen die hij in zijn boek beweerd heeft. En ik heb later nog ontdekt dat hem ook een fout gedaan heeft in een later kapitel van het boek, als daar waar we nu over spreken. En daar gaat het over de Bijbel. Daar heeft hem een dikke fout gedaan. En daar heb ik hem op gewezen in dat boek. En in mijn bespreking. Ik wilde mij niet daarmee tevreden geven dat ik dat lees. Dus niet omwille van dat Tapas Sorcy dat schrijft, dat het daarop ook waar is. Ik bedoel, ik vind hij is een heel geloofwaardige bron. Anders moest ik er niet aan beginnen dat boek te lezen in de eerste plaats. Maar hier en daar doe ik ook eens mijn eigen onderzoek. En het credo van mijn kanaal, Joggler66, is always do your own research. Ja, natuurlijk. Ja, geloof mij niet, ik ben maar een lullepot. Precies. Geloof den Perry niet, dat is ook maar precies, een lullepot. Vooral mij niet geloven. En voilà. Ja. Wij kunnen zeggen wat dat we willen. Ja. Maar we krijgen onze credibiliteit alleen daardoor dat alles wat wij zeggen na te trekken is als waarheid. Ja. En daar heb je twee mogelijkheden voor. Ofwel spreken wij over wat in de Bijbel staat en we geven het zo weer als de Bijbel het zegt. Of we zijn leugenaars en wij verkondigen nu een ander evangelium en dan moeten we ons niet luisteren, want daar is voor in de Bijbel gewaarschuwd geweest. En dan weet je dat wij niks waard zijn. Ja. Of we geven u trefwoorden gelijk nu. Rothschilds zijn de bewakers van de Vaticaanse schat. En als je zegt van ik geloof dat niet, dan zoekt je dat zelf op. Ah, wel, ik heb dat zelf opgezocht. Ik heb me niet tevreden gegeven daarmee dat Tapas Sorcy dat in zijn boek geschreven heeft. Ik wilde het met mijn eigen ogen zien. Ja. Ik wilde het zelf gaan zoeken. En ik ben op een avond, als ik met Tom Fress samen was, hebben we er ook over geklapt, die dat boek ook gelezen heeft. En we gezegd van kom, we gaan eens een keer de Joodse encyclopedie onderzoeken. Maar ik weet dus van computers noten de potten te ballen af, hè. Oh. Ik weet hoe dat je die 's morgens moet inschakelen. En ik weet hoe dat je die 's avonds moet uitschakelen. Maar voor de rest ken ik van computers niet. Oh ja, dat mag niet. Niets. Goed,
Das ist noch mal iets meer dan een jaar geleden dat ik dat opgezocht heb. En ik heb een computer wel al langer. En daar bestaat zo'n simpele functie dat je Ctrl-F drukt als je op een website bent. En als je dan een woord ingeeft dat op die website geschreven is, dan zoekt die voor u dat woord op die website en vindt dat voor stimmt, u. Stimmt. Deze zoekfunctie kende ik toen niet en Tom ook niet als wij de Joodse encyclopedie onderzocht hebben. Oh. Doe me nu eens een keer een plezier. Ga naar de Joodse encyclopedie online. Tik in Rothschilds en kijk eens hoeveel verdomde pagina's dat je vindt waar dat allemaal op staat. Dus dat is een zoek van je welste. En zonder deze zoekfunctie toch hebben wij het na 1 uur zoeken gevonden. En ik heb daar natuurlijk direct een screenshot van gepakt. En als je wilt, kan ik je die straks geven. Dan kun je die in je video verwerken. Ja, is leuk. Die kan ik je via Skype doorgeven. Die heb ik uit die site genomen. En ik heb natuurlijk ook die link van die site. Ik heb de exacte link van die site, van die ene pagina in de Joodse encyclopedie waar dat daarop staat. Ja. Dat vind ik dus heel belangrijk. Ja, dat is gewoon waar. Want dat noemen ze op zijn Nederlands Hofjoden. Ja, dat is weer iets anders. Dat is het Duitse woord Hofjuden. Ne? Ja, want dat zijn de Rothschilds. Die Rothschilds die... Ja, dat zijn court Jews, zoals in Engels zeggen. Court Jews, yes. Court Jews, ja. Court is Hof en Juden is, Jews is Joden. Ne? Dus Hofjuden, dat zijn die Joden. Dat is zo gemeen, hè. Dat is zo gemeen wat die Joden is aangedaan. Dat zijn die Joden die ter Hof zijn bij prinsen en koningen en dergelijke en die mensen gaan dienen. Zijn die Hofjuden. Hofjuden, court Jews. Verschrikkelijk. En die andere Joden naar Auschwitz. Bah. Ik ben echt... We dwalen een beetje af, maar ik vind het echt erg wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dat waren niet alleen Joden, dat is ook weer waar. Maar de hele hoop Joden zijn te gazen genomen, hoor. En iedere keer weer zeuren over die Joden. Ik vind het zo... Echt verschrikkelijk gewoon. Je kan nog beter zeuren over negers. Ik heb juist vandaag een interessant dingen gelezen. Ik heb vandaag kapitel 14 gelezen van het boek Alle Wegen Leiden naar Rome. Ik heb je daarvan verteld, hè? En daar komt één ding in voor, daar heb ik duidelijk bij gezegd, dat is iets dat zou in een Duitse krant nooit instaan. Ik zal er eventjes een keer in Duits voorlezen, dat is voor je luisteraars goed te begrijpen. Ja, dat gaat prima. Oké. Op pagina 167, de eerste paragraaf van boven, op de laatste zin, staat, der an den Indianern verübte Völkermord. En daar gaat het over de Indianen in vooral Middel- en Zuid-Amerika in den tijd. Ach, dat is ook zo erg, ja. De aan den Indianen verübde Völkermord lässt Hitlers Völkermord aan den Juden gering erscheinen. Eindcitaat. Oké. Nog een keer? Ja, nog een keer. Dan gaan we even vertalen. Dan ga ik het proberen te vertalen. Want die u... Nog een keer. Ja, we kunnen dat wel vertalen, dat is goed. Maar ik lees het nog één keer in Duits. Ja, of willen liever dat ik het in Engels lees? Kan ik ook doen. Oh, doe maar in Engels. Ja, dan zoek ik het even in Engels op. Een sekundje. Ik heb dat boekje in Duits en in Engels hier. Moet dat eerst eens een keer gaan vinden. Hè? Dat is niet allemaal op dezelfde plaats. Jij hebt die goede headset op, nou. Ja, ik heb de goede headset af. Ja, ik kan het horen. Ja. Ik heb je dat verteld verleden. Ja. Wacht, oh man, waar was dat hier? Op plaats Inquisition 20. Jahrhundert Kroatien. Take your time. Ja, dat is... Sorry. Dat zei ik tegen onze luisteraars. En mensen moeten tijd nemen om kennis tot zich te nemen. Ja. Kennis is gelijk aan tijd. So, the genocide perpetrated against the Indians makes Hitler's genocide against the Jews seem a minor deed. Wow! En dat is gepubliceerd in de krant The Guardian onder de International News Section van den 20. April 1991.
En als ik dat voorlas in Duits, kon ik me natuurlijk niet omheen om een keer te zeggen van, nu stel u, beeld u een keer in, dat in Duitsland een journalist het in zijn hoofd zou krijgen om zo een zin in een Duitse krant te gaan schrijven. Die mens gaat de volgende dag aan de hoogste lantaarnpaal van het land opgehangen gaan vinden. Ja. The genocide perpetrated against the Indians makes Hitler's genocide against the Jews seem a minor deed. Ja. Wij Duitsers worden van Krip tot Graf geïndoctrineerd met schuldgevoelens voor een zogenoemde Holocaust. Ja. Waar ik in deze uitzending niet verder op inga. Nee, anders kan ik er ook problemen mee krijgen. Heel simpel, dat kunnen we offline allemaal bespreken. Ja. Maar online doe ik dat niet. Hm. Omwille van, zelfs als je de Holocaust maar in vraag stelt. Mm-hmm. Kennen ze die, die... In de landen waar wij in leven... Jij op z'n Nederlands... Jij kent Ursula Haverbeck? Tuurlijk. Ook? Ja. Die zat in het gevangenis. Ik weet het, ja. Dat is een vrouw van 87 of zo. Ja. Kijk, ik heb heel veel met de zogenoemde revisionisten bezig gehouden. Mm-hmm. Ik heb ook die film Hellstorm gezien, die ondertussen op het internet ja toch al een redelijke storm uitgewaaid heeft. Ja, ja. Ik heb heel veel onderzoeken naar de Holocaust gedaan. Ik heb heel veel onderzoeken gedaan ook naar die revisionisten. En ik ben altijd met één ding maar blijven zitten. En dat zeg ik ook hier ganz eerlijk en duidelijk. Ik neem daar geen blad voor de mond. Mm-hmm. De meeste revisionisten, zoals ze genoemd worden, hebben één ganz groot verstaansprobleem. En dat is... dat ze als basis voor hun autoriteit, voor hun geweten, niet het woord van God hebben. Mm-hmm. Zij gaan puur op het wereldlijke in. Mm-hmm. En als jij de Holocaust en alle zijn samenhangen wilt verstaan, mm-hmm. kun je niet omheen om de Bijbel erbij te nemen. Mm-hmm. Kijk, of dat de Holocaust gebeurd is, gelijk dat ze het ons vertellen, of dat die niet gebeurd is, gelijk ze het ons vertellen, speelt geen rol. Wat een rol speelt is, gelijk Henry Kissinger zegt, belangrijk is niet wat de waarheid is, maar wat als waarheid geaccepteerd wordt. Wat als waarheid waargenomen wordt. Zo, die Holocaust was nodig om in de koppen van de mensen, van verschillende generaties zelfs, te plakken. Omwille van de agenda van de Antichrist om de 70ste week van Daniel nog een keer op te voeren. Zonder staat van Israël, die daar vandaag op het gebied van Palestinië daar bestaat, zonder die staat heb je geen heropbouw van een derde tempel, heb je geen heropnames van de offeringen, en kunde dus ook de offeringen niet stopzetten, gelijk Jezus dat al gedaan heeft, maar gelijk dat de Jezuïten en de Romeins-Katholieke Kerk dat graag anders aan u wil doorspelen. En dus als je die offeringen niet kunt stopzetten, ja, dan heb je dus die antichrist niet. Want de futuristische leer van de Romeins-Katholieke Kerk in de wereld officieel gebracht van Francisco Rivera, Francisco Ribera, in 1590, een boek waar dat hem één jaar na de publicatie in 1591 heel plezant natuurlijk gestorven was, zodat men geen ander werk van kon maken, het niet kon terugnemen of verder bijwerken. Ja, ja. Die leer van die futuristische antichrist, die bouwt daarop dat vers 26 en 27 in Daniel anders geïnterpreteerd wordt als dat God het bedoeld heeft. En dat men in feite dat neemt over de antichrist in plaats van waar alles in feite spreekt over Christus. Als je wilt kunnen we daar eens een keer een aparte uitzending over maken, want als dan zijn de uren bezig. Maar dat is een heel belangrijk onderwerp. En ik heb daar in Engels een keer een zeer interessant video over gemaakt. En dat kan je misschien ook je luisteraars een keer interesseren om dat te bekijken. Dat is in de afspeellijst op mijn kanaal te vinden, Nothing But The Truth. Even een aantekening maken. En dat noemt The Greatest Deception Since the Garden of Eden. The Greatest
The greatest deception since the Garden of Eden. En dat is een uitzending waar ik Tom Fres mee aan de lijn had. En we hebben daar nog een andere broadcast over gedaan. Dat is het tweede deel daarvan. Dat noemt Satan's Paradise. The consequences of not understanding the greatest deception since the Garden of Eden. Yep. Dat zijn twee broadcasts. Die vind je in mijn afspeellijst. Hour of Nothing But the Truth. En die helpen dan natuurlijk. En daar gaat het over, in Engels natuurlijk, over dat waar we hier over gepraat hebben. Ja. Dus het gaat over de juiste interpretatie van Daniel kapitel 9, versen 24 tot 27. Mm-hmm. Mm-hmm. En dus Eric John Phelps... Ja, terug naar... Mag ik ook een duit in het zakje doen? Natuurlijk. Oké. Okay. Wat ik lelijk vond, was zijn uitingen, waren zijn uitingen over rassen. Eric John Phelps bedoelde? Ja. Ja, maar Eric John Phelps is in dat opzicht niet biblisch. Mijn hele punt is... Harry, er bestaat maar één ras, dat is de menselijke ras. Dat speelt geen rol of dat je rode huid, zwarte huid, gele huid, groene huid, blauwe huid of witte huid hebt. Dat speelt geen rol. Als je maar geen krokodil bent of kakkerlak. Dat bestaat niet. Dat is BS van de demonen die je daar willen wijsmaken. Gelijk aliens en dergelijke dingen. Maar dat bestaat allemaal niet. En ik geloof wel degelijk, want ik ga ontzettend veel om met mensen van andere rassen. Hè? Noord-Afrikanen, Syriërs, Koerden, Zoroasters... van alles. Zoroaster, dat is geen ras, hè, van mensen. Hè? Nee, ja, maar zij voelen zich Zoroaster. Ik ga met al die mensen om. Want ik ben gewoon een christen. Dus ik ga met iedereen om. Heb je dat goed begrip? Ja. Ik ben onverbiddelijk. De Bijbel vraagt toch aan ons dat we van onze buren zoveel moeten houden als van onszelf? Ja, natuurlijk. Nou, voilà. Precies. En dat vond ik dus, Eric John Phelps, die zegt dan van, jij, alle witte, dus als je weinig pigment hebt, dan moet je in die regio gaan wonen. En als je dan te veel pigment hebt, dan mag je er niet wonen. Afscheidingsbeweging of zo, qua rassen. Want de rassen zijn door God geschapen en die moeten zo gehouden worden. Ik vind dat een verering van de creatie in plaats van de verering van de creator. Dat vind ik. Nou, ik zal het een keer zo zeggen. Ja. Eric John Phelps heeft in dat opzicht gelijk dat hem zegt dat rassen onder zich moeten blijven. Waarom? Omwille van dat als het Toren van Babel verhaal gebeurd is, God de mensen gedesillusioneerd heeft door hun verschillende talen te geven en dus de verschillende rassen in verschillende talen opgedeeld heeft en op die manier zijn de nazi's opgericht geweest, ja? De nationale landen, gelijk dat we ze vandaag hebben. Nog. Want ze maken ja weer alles één. Dus het is altijd Gods wens geweest dat de mens zich niet samenklungelt als één groot volk. Dat ben ik met je eens. Dat de verschillende talen onder elkaar gaan leven. Ja. Zo. En als je dat ging doen, als niet de Engelstaligen bij de Duitsstaligen gingen wonen, als niet die Swahili sprekenden bij de Japanezen gingen gaan wonen, en als niet de Chinezen bij de Zuid-Amerikanen gingen wonen, maar iedereen op zijn eigen plek, dan ging ook iedereen veel gelukkiger zijn. Ja. Want telkens als je in een ander land terechtkomt, moet je compromissen maken ten opzichte van dat waar je zelf mee opgegroeid bent. Je moet je eigen cultuur in compromis stellen ten opzichte van dat waar je nu bent. Ja. Zo, en je hebt natuurlijk mensen die zijn niet bijzonder compromisbereid. En daardoor krijg je dan spanningen. Ja. Dus dat probleem is ja dat die mensen niet begrijpen dat we spiritueel moeten leven in plaats van materieel. Ja. En omwille van dat iedereen alles maar materieel ziet, heeft Eric John Phelps wel gelijk als hem zegt van hou die rassen gescheiden. Dat vind ik goed. Hoe dat hem uitlegt. Jij had een... Want ik wil geen zwarten bij mij en zo. Die manier hoe dat hem dat zegt, daar is een verkeerd mee. Ah.
Maar hij moet het een keer op een andere manier brengen. Maar dat doet hij niet, omwille van dat hij daarvoor betaald wordt. Omwille van dat hij daarom zijn dingen allemaal mag naar buiten brengen. Ja, ik omwille begrijp, van ja. dat hij zo dingen juist verkeerd leert. Dat is Perry precies die punt op die ik na de eerste 5 minuten van ons gesprek al wilde gaan. Ja. Dat is die verkeerde agenda van mensen als Eric John Phelps bijvoorbeeld. Ja. En je kunt maar Eric John Phelps aanhalen, je kunt even goed aanhalen Jordan Maxwell... Je kunt aanhalen ook, David Icke. Weet je wat ik vervelend... Oh, als we toch even mogen zeuren, hè? Als oude wijven. Maar Jordan Maxwell. Die loopt gewoon te beweren... dat wij hopeloos verloren zijn. Dat zegt hij letterlijk. En dan gaat hij bij Richie Allen of zo. Dat is een medewerker van David Icke. En dan gaat hij toch gewoon helemaal uitweiden als oude man. Ja, we zijn hopeloos verloren. Want het zit namelijk zo. En bah. Ik vind het niet... Ik snap best dat Jordan Maxwell... ja, ik heb ook zo mijn droevige momenten. Maar dat ga je toch niet op de radio zeggen? Daar heb ik zo mijn vraag bij. Vriend? Bei so Menschen muss ich keine Fragen darüber stellen, Perry, weil als ihr die Menschen ein bisschen kennt, dann weht ihr, welche Agenda das sie verfolgen. Ja, ja. Und in der Bibel steht geschrieben, an hun Daten sollte sie erkennen. Ja. By their fruits. You shall know them. Ja. So, meht die Menschen an hun Daten, auf an den Früchten, die sie fortbringen, und dann weht ihr, welch Evangelium sie verkündigen. Ja. Het evangelium van Christus? Ja. Of is het misschien toch eerder het evangelium van Antichristus? Ja. Exactamente. Daar komt het alleen maar op neer, mijn broeder. Ah, dit. Deze uitspraak die komt goed over. Voor mijn luisteraars. Maar hoe staat het? Maar Lorenzo Ricci. Dus, ja, Lorenzo Ricci. Dus ja, dat was in 1700... Ja, van 1758 is hij zwarte generaal geworden. Ja. En heeft officieel geleefd tot 1775. Waar we al over hadden, dat precies, klopt. Dat is een andere zaak. Ja. Lorenzo Ricci was volgens mij, omwille van voornamelijk wat ik gelezen heb in dat boek Rulers of Evil van F. Tupper Saucy, een van de, als niet de meest gesofisticeerde zwarte paus ooit. Omwille van die verschillende landen die in de tijd voor 1773 als de paus de Jesuitenorde verboden heeft, die verschillende landen die daarvoor al de Jesuiten buiten gesmeten hebben, dat volgens mij... Ik moet even lachen om jouw prachtige Nederlands. Dank je. Mag toch? Dat volgens mij allemaal alleen maar deden omwille van dat ze de Jesuiten gehoorzaamden. Ja. Want wat was de bedoeling van de Jesuitenorde in 1773 te laten verbieden door de paus? Weet je dat? Dat was een scam. Ja, waarom? Wat was de bedoeling? Volgens mij was het de bedoeling om de indruk te wekken dat de Jesuiten niet hoorden bij de katholieke KUDT-kerk, KKK, en dat ze als het ware goed waren, en gingen ze naar Amerika, en ze konden gewoon zeggen, wij hebben ruzie met de paus. En toen kwam er een dogma daar, van the enemy of my enemy is my friend, en toen kregen ze de constitution met de First Amendment, ja, und so weiter. Dat was een geweldige scam. Het was gewoon. Ik zal niet zeggen dat het volledig verkeerd is wat je zegt. Oh, dankjewel. Maar het heeft hier en daar een beetje aanvulling nodig. Ja, doe maar. De bedoeling van de Jesuiten in 1773 te laten verbieden was de secularisatie van de orde. Dat wil zeggen. Dat deze orde ineens niet meer geassocieerd wordt met de Romeins-Katholieke Kerk. Dat deze orde ineens niet meer geassocieerd wordt met, gelijk in de tijd nog vele boeken onderweg waren, volgens
Voltaire mehr als 6000 Bücher über die Jesuiten geschrieben in der 16. und 17. EU. Ja. Dass wir diese Orden das nicht mehr sehen als Regimini Militantis Ecclesiae, den Namen von der pauselischen Bull, mit die Paul dem Derde, Antichrist Paul dem Derde in 1540 die Jesuiten offiziell in der romansk-katholische Kirche eingeführt hat. Sorry. Aha. Mal dat diese Orde nu gesäkularisiert ist, dus wereldlich gemacht ist. Ja, ja. En je hebt daarvoor verschillende schemes die opgezet werden. Onder andere de Illuminati van Adam Weishaupt. Ja. Adam Weishaupt was een Duitser, geen Jood, was een Gentile, zoals ze zeggen, dus een gewone, een heiden, een Romeins-Katholiek, die aan de grootste en meest succesrijke en invloedrijkste Jesuitenuniversiteit op het Duitse talige gebied van de tijd in Ingolstadt, kanonsrecht geleerd heeft. Kanonsrecht, en die pas in 1785 uit zijn ambt ontzet werd. Dat is 9 jaar na de oprichting van de zogenoemde Illuminati. Die opgericht werden op 1 mei. Ah, ja. Is dat niet een dag van de arbeid? Ja, ja. 1776. Hetzelfde zo jaar mooi waar dat de Verenigde Staten hun onafhankelijkheid verklaarden. Ja. Dus kijk, het punt is, de bedoeling van Lorenzo Ricci, heel zijn generalaat van 1758 aan, waarom is begonnen werken, loopt daarop uit om controle te ontwikkelen over de witte paus. Wat hem gedaan heeft, onder andere voornamelijk met Ganganelli. Want Ganganelli werd kardinaal in 1759 onder het sponsorship van Lorenzo Ricci. En deze kardinaal werd dan later paus. Paus Clement XIII, de voorganger van Clement XIV, was eveneens een kind van de Jesuiten, een kind van Lorenzo Ricci. Ja. Dus Eric John Phelps gaat u leren dat de Jesuiten de paus controleren sinds 1814, de herinvoering van de Jesuiten door paus Pius VII. Ja. En ik zeg u dat de Jesuiten de pausen al lang voor 1773 compleet in de pocket hadden. Ja, geloof ik ook. Zo. Nou goed, iedereen kan dat hele zelf verhaal van zijn eigen studies gaat doen. Hè? Dat is altijd heel belangrijk daarbij, Perry. Laat ons dat even zeggen. En we hebben nog maar een paar minuten, want je wilt altijd op een uur stoppen. Dus we laten onze kijkers op de top van hun stoeltje gaan laten zitten. We hebben nog een paar minuten, Jurk. Ja, 5, weet ik. Ja, maar we laten ze kijken naar de volgende aflevering. Dan gaan we er nog eventjes een beetje dieper op in. Dan gaan we dan nog dat lijkt meer. Me wel weten, ja. Lijkt me ook leuk, hè? Laat hun maar een keer op de tip van een stoel zitten en zeggen van, ik wil weten hoe dat verder gaat. Jullie kleuterken, stop dan nu niet. Dus. Ik heb ook een hele leuke, even tussendoor, voor mezelf, ook voor jou. Ik heb een uitzending gemaakt, 2, onder de titel Jullie Klojo's. En dan ga ik alleen maar schelden. Hoor. Jullie weten gewoon helemaal niks. Moet ik eens een keer gaan kijken. Stuur me eens die links. Ah nee, dat kan je zo vinden. Jullie klojo's, die heb ik geüpload. Dus, het is echt schelden. En dan gebruik ik een webcam. Ik kom niet met mijn bommakkers in beeld. Maar een webcam. En dan ga ik gewoon, heb ik een heel goedkoop tekenblaadje en met een stift. En dan ga ik gewoon uitleggen hoe het zit. Er is heel veel gaande geweest hier in Europa. Ken je dat verhaal van de occidentale mens en de oriëntale mens? Dus de oosterse mens, dat is de occidentale. En de. Nee, dat is de oriëntale natuurlijk. En de westerse mens is de occidentale mens. En daarom is Israël zo belangrijk. Want Israël is een ontzettend mooi avond land. En dat weten ze. Zij weten dat. Ik weet het ook. En jij weet het nu ook.
Weet je, met die dat vredesverdrag wat gesloten is met Shimon Peres of zo? 1993, ja. Dat 60% van de oude Vaticaanse stad en de Temple Mount overgegeven is onder controle onder de Vatican. Tuurlijk weet ik dat. Dank u wel, dank u wel dat u dit tegen mijn luisteraar zegt. Maar het is ook daarom dat het zo belangrijk is om te begrijpen waarom is die staat van Israël daar überhaupt is in de eerste plaats. Om die 70ste week van Daniel nog een keer te kunnen herspelen. En ik kan er niet genoeg op drukken. Als jullie Engels kunnen, kijk op mijn kanaal. Daarna, of anders, ik geef je straks die links en doe die misschien in de beschrijvingsbox van deze video mee bij. Die links van die twee video's. The Greatest Deception Since the Garden of Eden. Het is gewoon absoluut, in Engels zeggen ze dat woord, imperative, noodzakelijk, voor het verstaan van deze, van dergelijke dingen, om te begrijpen waarom deze futuristische leer van de antichrist de dodelijkste deceptie is sinds de Garden van Eden. Ja. Wat was de grootste dodelijke deceptie in de Garden van Eden? Jij hebt God said, ja. You will not surely die. You will become as gods. Ja. En daar gaat het toch over. De hele agenda vandaag de dag, waar de mensen alleen nog maar op zijn egoïsme gaat kijken. Ikke en de rest kan stikken. Mooi! Jij kent dat Nederlandse gedicht. Ik leef je al een paar jaar hier. Ik weet dat het zo is. En dus, kijk, trots was de reden voor de val van Lucifer uit de hemel. En dezezelfde trots leert hij de mensheid ook aan. En wij zijn allemaal zo begierig om zijn leer op te nemen, in plaats van de leer van onze Heer op te nemen. Absoluut. En hierbij ga ik het bij deze uitzending nou, 59 minuten later. Ja, je blijft even hangen. Ik ga even een officiële afsluiting maken. Tuurlijk. Die kans geef ik je. Ja. Ik ga nu op de... Je moet eventjes je mond houden en dan sluit ik hem af. Ja? Nou, dag lieve luisteraars. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie zo lang naar ons tweeën hebben willen luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer naar ons luisteren. En op z'n Duits zeg ik altijd tjus.